De landelijke overheid legt vanaf 2015 verschillende belangrijke taken bij de gemeente neer. Het gaat om taken op het gebied van jeugdhulp, zorg, welzijn en werk. Nederland moet de komende jaren veranderen van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Zorg en ondersteuning worden wel minder vanzelfsprekend. Eerst kijkt u wat u zelf kunt doen met vrienden, familie, kennissen en vrijwilligers. De gemeente zorgt niet meer voor alles. Jong of oud, rijk of arm, voor alle inwoners van de gemeente Tiel gaat er wat veranderen. Wie professionele ondersteuning nodig heeft, krijgt die ook. Tijdelijk als het kan, permanent als het nodig is. Vandaag de dag wordt er heel veel gevraagd aan gezinnen en kinderen. Kan het gezinsleven soms heel erg hectisch zijn. En vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor de hulpverlening aan jeugd. En dan praten we over kinderen van 0 tot 23 jaar. En wordt de zorg anders georganiseerd. En wijkteams zijn er dan voor bedoeld om de zorg dichterbij te organiseren. In de buurt, dicht bij de mensen. Dat je een bekend gezicht bent, een vertrouwd gezicht. Dat mensen je snel weten te vinden. En daar waar eerst eigenlijk hulpverlening heel versnipperd was, is het nu zo dat gezinnen één gezicht, één vertrouwd persoon, één plan daarmee te maken krijgen. In Tiel zijn er 4 wijkteams, eentje in Noord, Oost, West en Passewaaij. Mensen kunnen met hun vragen terecht, opvoedingsvragen, gezinsvragen, financiën, school, relatieproblemen. En het gaat vooral voor kinderen van 0 tot 23 jaar. Als mensen daar vragen over hebben, dan kunnen ze bij ons terecht. Het is zo dat wij vooral proberen met mensen te kijken naar waar ze vastlopen, maar ook naar hun krachten. En dat we samen kijken van hoe ze dat zelf met hun eigen netwerk weer zelfstandig voort kunnen zetten. Eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken, ook bijvoorbeeld als er vragen zijn over de financiële situatie. En ja, we nodigen mensen ook uit om met hun vragen bij ons te komen, zodat we daarover mee kunnen denken. Samen gaan we zorg en ondersteuning anders regelen. Snel, dicht bij huis, 1 aanspreekpunt, minder doorverwijzingen. Kijk voor aanvullende informatie en veelgestelde vragen op de website www.tiel.nl.